Hallelujah. Jesus at the center of it all. Jesus at the center of it all. From beginning to the end, it will always be, it's always been you. Jesus at the center. Jesus at the center of it all. Jesus at the center of it all. It will always be, it's always been. Nothing else, nothing else. Halleluja. God is goed. Amen. U mag plaatsnemen. Gods geest is hier. Gelooft u dat? U klinkt niet echt overtuigd. Zeg aan elkaar, schud elkaar en zeg: Gods geest is hier. Amen. Het is bijzonder om vanmiddag op deze warme zondagmiddag 8 juli in Gods huis te mogen zijn. Amen. En ik wil allereerst onze voorgangers bedanken voor het vertrouwen dat ik vanmiddag het woord mag brengen tot u. En ik vind het een bijzondere voorrecht om dat te mogen doen, maar ook een verantwoordelijkheid. Want ik weet dat mensen komen, dat u komt om een woord van God te horen. En dan denk ik bij mezelf, meer dan ooit ben ik afhankelijk van uw Heilige Geest. En niet alleen ik, maar u allemaal bent afhankelijk van Gods Geest. We hebben hem nodig elke dag. Amen. Ik vind het bijzonder om... Hallo, God zegen. Ik vind het bijzonder dat we hier mogen zijn. En vanmiddag wil ik wat met u lezen. En ik wil daarover met u praten. En ik heb een woord wat ik met u wil delen. En dit woord heb ik ook al eerder mogen brengen en het is mij tot zegen geweest altijd. En ik wil het ook vanmiddag met u allen delen. En het staat geschreven in het boek
Lucas. En ik heb een thema uitgekozen. En dat is niet goed genoeg en toch gekozen. Zeg aan elkaar, niet goed genoeg, maar toch gekozen. Want misschien bent u hier vanmiddag en u denkt van, wauw, ik ben all dead. Maar ik wil u zeggen vanmiddag, u bent niet goed genoeg, maar toch heeft God u gekozen. Amen. En alles wat we zijn, zijn we door de genade van Jezus Christus. Vergeet het niet. Amen. Oké. Maar voordat ik ga spreken, wil ik toch eerst even een tekst lezen. Want anders hoor ik, maar broeder John, u heeft geen tekst gelezen. We gaan een tekst lezen. En we gaan lezen vanmiddag met z'n allen. Terwijl ik even eerst een slok water neem. Uit het boek Lucas. Had ik al gezegd, hè? Oh, oké. Lucas, hoofdstuk 19. En daar staat geschreven. En hij, de Heer Jezus, kwam Jericho binnen en ging erdoor. En zie, er was een man, Zacchaeus geheten, die oppertollenaar was. En hij was rijk. Zeg met mij, hij was rijk. Oké. Maar als je rijk bent, betekent dat nog niet altijd dat je gelukkig bent. Het is wel fijn dat je naar McDonald's kan gaan. Maar trouwens, als je rijk bent, ga je niet naar McDonald's. Ga je naar andere plaatsen. En hij was rijk. Oké. Vers 3. En hij trachtte te zien wie Jezus was. En slaagde er niet in vanwege de scharen. Want hij was klein van gestalte. Hij was klein. Zacchaeus. Het gaat hier over Zacchaeus. En hij liep hard vooruit en klom in een wilde vijgenboom om hem te zien. Want hij zou daar langs komen. En toen Jezus bij die plaats kwam, keek hij naar boven en zeide tot hem, Zacchaeus, kom vlug naar beneden. Want heden moet ik in uw huis vertoeven. Met andere woorden, Zacchaeus, kom, want vandaag wil ik bij jou chillen. Ik wil met jou de dag doorbrengen en we gaan wat dingen bespreken. Vers 6. En hij kwam vlug naar beneden. Weet u, als de Heer spreekt, is het handig en goed om gauw te handelen. Ja? En hij kwam vlug naar beneden en ontving hem met blijdschap. En toen zij het zagen, morden zij allen en zeiden, hij is bij een zondig man heen binnengegaan om zijn intrek te nemen. Je hebt altijd te maken met haters. Altijd wanneer je goede dingen wil doen in je leven, zal er altijd oppositie zijn. Maar leer van Zacchaeus. Oké. Maar Zacchaeus, hij lette niet daarop wat al die mensen zeiden. Hij ging staan en zeide tot de Heere, zie, de helft van mij bezit. Heere, ik geef het aan de armen. Het zou fijn zijn als Zacchaeus nu zou bestaan, dan zou hij ook wat aan ons kunnen geven, of niet? Niet dat we arm zijn, maar alles is welkom. Alle kleine beetjes helpen. Ik heb van moeder geleerd, dat zei de muis, hij plaste in zee en het werd vloed. Ja, dat is diep, dat is diep. Maar we gaan verder. En indien ik iemand iets heb afgeperst, vergoed ik het viervoudig. En Jezus zeide tot hem, heden is aan dit huis redding geschonken, omdat ook deze een zoon van Abraham is. Want de Zoon des Mensen is gekomen om het verlorene te zoeken en te redden. Niet goed genoeg, maar toch gekozen. Want in de ogen van wie dan ook, zal u nooit goed genoeg zijn. Mensen om u heen zullen altijd op- of aanmerkingen hebben. Maar het is van belang dat onze focus gericht is op Jezus Christus. En weet u, het is mijn verlangen vanmiddag, dat wanneer we naar huis gaan vanmiddag,
dat we nog meer onder de indruk zijn van Jezus Christus. Amen. Want Hij is degene die zijn leven heeft gegeven voor u en voor mij. En ik geloof dat het geen toeval is dat u hier bent. Maar de Heere wil dat u hier bent. De Heere heeft zich voorgenomen om u te kiezen. Zoals Hij ook heeft voorgenomen om Zacchaeus te kiezen. En ik vind het bijzonder wat Hij in zijn grote liefde voor ons heeft gedaan. En ziet u, bij dit verhaal gaan we met z'n allen gaan we terug. Wie is wel eens naar Israël geweest? Steek een hand op. Oké, wie is nog niet naar Israël geweest? Oké, wie wil naar Israël? Oké, dan gaan we nu naar Israël. We gaan nu naar Israël, oké? Weliswaar 2000 jaar terug, maar we gaan terug. Want ik vind het bijzonder als we Gods woord lezen en over spreken. Ik geloof dat het woord van God levend is. Het is krachtiger dan enig tweesnijdend zwaard, amen? En ik vind het ook zo bijzonder dat wanneer we de Bijbel lezen, daarom ik lees nooit de Bijbel zo, en hij kwam Jericho binnen en ging erdoor. Nee, ik vind, je moet het beleven. Dus we gaan met z'n allen vanmiddag naar Israël. En weliswaar naar Jericho. Oké? Het was geen bijzondere stad. Als je hoort over Jericho, dan hoor je over de muren van Jericho. Amen? Maar zal ik u wat zeggen? Wij allemaal waren vroeger inwoners van Jericho. Want Jericho was eigenlijk een goddeloze stad. Ja? En daar komt de Heere Jezus. Hij komt Jericho binnen. En dan zegt de Bijbel, en er was een man, Zacchaeus, geheten. En deze man, Zacchaeus, hij was klein. Maar hij had heel veel gehoord over de Heere. En weet u, toen hij hoorde over de Heere, want er was een en ander gebeurd in zijn leven. Ja, kijk, deze man Zacchaeus, hij was een van de meest gehate mensen van Jericho. Moet u weten. Kijk, Israël in die tijd, en ook Jericho, dat was onder Romeins beheer. Ja, en het Romeinse Rijk was een heel wreed en strak en ze hadden wetten en van alles en nog wat. En ze onderdrukten alle mensen waar ze overheersten. En waarom Zacchaeus zo gehaat werd, was omdat Zacchaeus een Jood was. Maar Zacchaeus, hij werkte samen met de Romeinen. Om hun belastingen te innen voor het Romeinse Rijk. Maar behalve dat Zacchaeus de belasting indebroer, regelde hij zichzelf ook. En niet een beetje, maar heel goed. Zacchaeus was rijk. Zacchaeus had alles wat hij wou. En toch was er een gemis in zijn leven. Weet u wel? En hij hoorde over Jezus. En hij hoorde dat Jezus daar langskwam. En Zacchaeus was klein. Hij was klein. Hij was misschien nog kleiner dan ik. Ik ben niet echt groot, maar ik ben ook niet echt klein. Maar je hebt broeders die zijn groter. Broeder Martin, wilt u even komen? Mag het even van de usherbediening? Ja? Oké. Broeder Henk, wilt u ook even komen? Is nog een lange broeder. Broeder Roberto, kom er ook alsjeblieft even bij staan. Er gaat niks ernstigs gebeuren. Niks ernstigs gebeuren. Nee. Het gaat niet lang duren. De dienst is om 3 uur afgelopen. Maar dit was Zacchaeus. Zacchaeus, hij hoorde dat Jezus kwam. En hij wou kijken. Maar hij was klein. Hij was klein. Hij kon niet. Zacchaeus wou zien wie de Jezus was over wie hij had gehoord. Maar Zacchaeus was klein. Dus wat deed Zacchaeus? Zacchaeus, hij ging en hij klom in een boom. Zodat hij overzicht had. Ziet u? Weet u? Zacchaeus, hij was klein. Hij was een gehate man. Maar de Bijbel zegt, toen hij hoorde dat Jezus kwam, rende hij vooruit. En hij klom de boom in, want hij wou zien wie deze man was. Dank u wel, broeders. Dank u wel. Ziet u dus, Zacchaeus,
Hij had mensen extra afgeperst en daardoor was hij heel rijk geworden. Hij was een van de meest corrupte, een van de meest gehate mensen in Jericho in die tijd. Weet u maar wat ik me afvraag? Want deze Zacchaeus, hij had alles wat hij wou en hij hoefde het maar zo te doen en het werd geregeld. Maar op een gegeven moment, toen hij hoorde dat Jezus kwam, toen ging zijn interesse uit naar Jezus. En ik vroeg me af, waarom? En weet u, de Bijbel, als ik de Bijbel lees, en dit is allemaal opgetekend door Lucas. Lucas heeft zijn versie van het evangelie opgetekend, evenals Matthäus dat heeft gedaan, evenals Marcus dat heeft gedaan, en ook Lucas heeft dat gedaan. En als we dan even teruggaan in de tijd, ja, dan gaan we een dagje met Zacchaeus op stap. Ja? Ik heb me zo verbeeld en in mijn verbeelding, als ik het zo lees, dan beeld ik me voor, of dan stel ik me voor hoe Zacchaeus eigenlijk zijn werkdag doorbrengt. Wilt u dat met mij weten? U wil het niet weten? Oké, ik ga het toch vertellen. Maar weet u wat? Als we er toch over gaan praten, laten we met z'n allen een dagje meegaan met Zacchaeus naar het werk. Nou, Zacchaeus, hij was belastinginner. Dus het enige wat hij deed, hij inde belastingen. Ik weet niet of u het programma kent van de deurwaarders. Daar ziet u dat die deurwaarders komen en dan moet je betalen en zo. Zoiets stel ik me voor bij Zacchaeus. En Zacchaeus, hij gaat het dagje aan het werk. En hij komt bij je huis. En hij loopt zo bij het huis en hij ziet dat hek is stuk. Hij doet het hek open en dat hek valt bijna uit elkaar. Hij komt bij dat huis. En het huis, dat ziet er eigenlijk een beetje verwaarloosd uit. Het dak is kapot, het gras is hoog en de ramen die zijn niet helemaal intact. En op een gegeven moment klopt hij aan de deur. En hij komt bij de deur en hij klopt. Hij hoort niks. En hij klopt weer. En op een gegeven moment hoort hij een stem. Hallo? Wie is daar? En Zacchaeus zegt, ik ben Zacchaeus. En ik kom halen wat me toekomt. En hij gaat daar naar binnen en hij ziet daar binnen een blinde man. En die man is zo aan het voelen en hij kan geen kant op. En Zacchaeus, ja, ik ben Zacchaeus en ik kom halen wat me toekomt. En deze blinde man zegt, maar meneer Zacchaeus, ik heb uw geld niet. Ziet u, ik ben blind en ik kan u niet betalen nu. Ik heb het nu niet, want door mijn blindheid kan ik niet werken. En af en toe dan ga ik naar de poort om te bedelen. En te bedelen, dan krijg ik wat geld, maar ik heb het geld gewoon niet om u te betalen. Zacchaeus zegt van, oké, je kan het niet betalen. En Zacchaeus wordt daar uit elkaar gerukt door geldzucht en medelijden. Geldzucht en medelijden. En hij zegt, oké, over 30 dagen kom ik terug. En dan gaan we kijken wat we kunnen doen. Dan kom ik wel mijn geld halen. En Zacchaeus gaat weer verder. En Zacchaeus, op zijn werkdag, had hij nog wat op zijn agenda staan. En hij gaat naar het volgende huis. En hij komt bij het huis aan en hij klopt aan. En hij hoort de zachte stem. Hallo? Hallo? En het is een vrouw. En die vrouw, die strompelt naar de deur en ze doet de deur open. En dit was de vrouw uit Lucas 8. De bloedvloeiende vrouw. En hij zegt, en die vrouw zegt, en hij zegt aan die vrouw van, mevrouw, ik ben Zacchaeus. En ik kom halen wat me toekomt. Ik kom de belastingen in. Maar ze zegt, meneer Zacchaeus, ik ben ziek. Al 12 jaren lang zoek ik een oplossing. Ik ben naar alle doktoren geweest die ik kende. Alle bonumangs. Maar ze konden me niet helpen. Ik ben zelfs geweest naar het buitenland om te gaan baden. Maar het heeft me niet geholpen. Overal waar ik ging konden ze me niet helpen. En al mijn geld heb ik betaald aan die mensen. En ik kan niet meer. Ik kan niet meer. Ik kan niet meer. Die vrouw was helemaal verschrompeld, ziek. En er was al een soort doodkleur kwam al over haar. Weet u, het leven
kan soms heel moeilijk zijn. Velen zijn er die te strijden hebben tegen ziekte. Weet u wel? Maar ik geloof dat Jezus Christus degene is die nieuw leven geeft. Amen? Halleluja. En hij zegt van mevrouw, en Zacchaeus ziet dat. En Zacchaeus, hij wordt daar weer geconfronteerd met zijn hebzucht en compassie. Hij was niet echt een man van compassie. Maar zelfs deze vrouw, die werkte in op zijn compassie. En hij zegt, oké, mevrouw, u kunt het nu niet betalen, maar over 30 dagen kom ik terug. Over 30 dagen, dan wil ik mijn geld hebben. En die mevrouw zegt, oké, is goed. En Zacchaeus, hij gaat verder naar het volgende huis. En hij klopt aan. Zacchaeus baalt. Want hij denkt, ik ga mijn doekoe halen, ik ga mijn geld innen. Maar nergens hebben ze geld. Hoe dan? Hij gaat en hij klopt. Nu met wat fellere dreun. En dan komt een vrouw naar de deur. En die vrouw is aan het huilen. Die vrouw is hartverscheurend aan het huilen. En Zacchaeus denkt, wat moet ik hiermee? Wat moet ik hiermee? Heel vaak komen mensen tegen die ook zoveel verdriet hebben. En we weten vaak niet wat we moeten doen. Weet u wel? Maar weet u, God is een God van liefde. En God wil ons gebruiken om compassie te betonen aan mensen. Maar Zacchaeus op dat moment, hij wist niet wat compassie was. Maar toch zegt hij, mevrouw, ik ben Zacchaeus en ik ben de belastinginner. En ik kom halen wat me toekomt. En die mevrouw zegt, maar meneer Zacchaeus, ik ben een weduwe. Mijn man is overleden en ik had een zoon. En die zoon is dood gegaan. Die zoon was eigenlijk mijn toekomst. En alle geld wat ik had, heb ik betaald voor de uitvaart, voor de begrafenis. En alles en noem maar op en noem maar op. En op een gegeven moment zegt hij, oké, mevrouw, wat moet ik daar nou mee? Wat moet ik daar nou mee? U moet me betalen. En hij zegt aan die vrouw, oké, mevrouw, over 30 dagen kom ik bij u terug. Maar dan wil ik mijn geld hebben. Weet u? En dan zie je eigenlijk dat op een gegeven moment dit allemaal gebeurt in het leven van Zacchaeus. En weet u, ik geloof dat God, de Heere Jezus Christus, op verschillende momenten in ons leven een ieders pad doorkruist. En ik denk dat al deze gebeurtenissen ook mede bijdragen dat Zacchaeus de Heere Jezus heeft leren kennen. En op een gegeven moment, na 30 dagen, op een gegeven moment is hij thuis. En Zacchaeus, hij staat op na 30 dagen. Hij heeft lekker geslapen. En mevrouw Zacchaeus zegt, Zacchaeus, ga je eten vanochtend? Zacchaeus zegt, nou maak maar een lekker broodje met ei. Ik ga broodje ei eten vandaag van jou. En dan ga ik mijn geld halen. Ik ga halen wat me toekomt. En Zacchaeus, hij gaat. En hij gaat weer na 30 dagen. En hij komt weer bij hetzelfde eerste huis. Waar het dak kapot was. Waar het glas gebroken was. En op een gegeven moment, hij klopt aan. En hij hoort de stem, goedemiddag. En de deur gaat open. En hij ziet daar een man. En die man kijkt hem aan. En Zacchaeus kijkt die man aan. En die man zegt, wauw meneer, u bent meneer Zacchaeus. Wat heeft u een mooi pak aan. Wat ziet u er mooi uit. Want u moet u voorstellen, Zacchaeus had doekoe. Zacchaeus kon gewoon Gucci pak kopen, alles. Weet u wel, het maakt mij niet uit of het Gucci is, of dat het Wii is, of dat het wat dan ook is. Als het mooi is, is het mooi, of niet? Maar niet voor Zacchaeus. Zacchaeus had een mooi pak aan. En die man zegt, wat heb je mooi pak aan? En Zacchaeus kijkt naar die man en hij zegt van, hé, maar wacht even. 30 dagen terug was ik ook hier. Maar toen was er iemand die blind was. Wat is er gebeurd? En die man zegt, meneer Zacchaeus, kom naar binnen. Ik ben blij dat u het vraagt. En hij begint te vertellen. En hij zegt van, weet je, Zacchaeus,
Elke dag ging ik naar de poort om te bedelen. Elke dag zat ik bij de poort en ik zat te bedelen. En soms kreeg ik 5 euro, soms kreeg ik 50 cent. Als ik matsel had, kreeg ik een 10 euro. Dan kon ik chow mein gaan halen met kip. En Bartimeus, hij begint zo te vertellen en hij zegt van, op een dag hoorde ik ook een menigte. En ik dacht van, wat is dat voor geluid? En op een gegeven moment zeiden mensen aan me, dat is Jezus van Nazareth. En Zacchaeus, weet je, ik liet er geen gras over groeien. Het moment dat ik dat hoorde, riep ik, Jezus, zoon van David, heb medelijden met mij. En op een gegeven moment stopt Jezus, Zacchaeus. En hij komt naar me toe en hij vraagt van, wat wil je dat ik voor je doen zal? En hij zegt, ik zeg aan hem, dat ik ziende word. En hij zegt, weet je, ik wil het. Word ziende. En vanaf dat moment, Zacchaeus, kon ik weer deel hebben aan de maatschappij. Ik heb, weet je, doordat ik nooit heb opgegeven, dat weet je wel, hè, wie Bartimeus is, hè? Dat weet jij wel, ja. Ik heb nooit opgegeven, want ik ben Bartimeus. Want mensen, ze wouden me laten zwijgen, maar ik zei van, nee, ik zwijg niet, ik ga nog harder roepen. Want als je de Heere Jezus nodig hebt, dan moet je soms roepen op de toppen van je longen, of niet? Als je de Heere Jezus nodig hebt, is het belangrijk, niet alleen om te roepen. Maar als u tot Jezus komt, is het belangrijk dat u weet wie Hij is. Amen? Weet u maar, heel vaak hebben wij een beeld van hoe mensen eruit moeten zien als ze naar Jezus willen gaan. De meeste mensen die tot Jezus komen, zien er niet uit naar onze maatstaven. Ze zien er niet uit als hoe wij verwachten dat ze moeten zijn. Weet u, want het zijn zondaren. Maar ik geloof dat de Heere plannen heeft met alle mensen. Maar het gaat erom wie gehoor geeft aan zijn roepstem, of niet? Weet u, ik geloof dat wie dan ook de potentie heeft om een man van God te worden. En ook al zien wij het nu niet, het gaat niet om wij zien wat wij zien, het gaat om wat de Heere Jezus ziet in iemand. Amen? En Bartimeus, hij begon nog harder te roepen. En Jezus stopte. En hij zei van, weet je, Zacchaeus, vanaf die dag kon ik weer zien. En ik heb een baan aangeboden gekregen. En niet alleen een baan aangeboden gekregen, ik kreeg ook meteen een welkomstbonus. Dus, Zacchaeus, hier is je envelop met geld. Komt Jezus terug? Nee. Als de Heere Jezus terugkomt, zal het heel anders gaan. Weet u? Maar het was wel even spannend, hè? En zo haalt Zacchaeus zijn geld bij Bartimeus. Op een gegeven moment, hij gaat verder naar het volgende huis. En hij komt daar bij het huis aan en ook dat huis was eerst verwaarloosd. En hij klopt weer aan het huis en hij klopt. En hij hoort de stem. Hallo? En Zacchaeus schrikt en die vrouw doet de deur open. Hij zegt, ik was 30 dagen terug was ik hier, maar toen was er een vrouw hier die ernstig ziek was. Ze zag er bijna dood uit. Is ze thuis? En die vrouw zegt, meneer Zacchaeus, ik ben die vrouw. En Zacchaeus denkt, huh? Ben jij die vrouw? En ze zegt, ja, ik ben die vrouw. Maar, mevrouw, wat is er gebeurd? Wat is er gebeurd met u? En die vrouw zegt, meneer Zacchaeus, kom binnen. Ik ben blij dat u het vraagt. En Zacchaeus gaat bij haar naar binnen en ze vertelt hem, weet u meneer Zacchaeus, ik hoorde dat Jezus van Nazareth kwam in mijn stad. En toen hij kwam, toen ik had zoveel dingen gedaan wat ik u al had verteld. Ik heb overal gezocht, ik heb mijn geld betaald aan alles en iedereen, maar niemand kon me helpen. En op een dag hoorde ik dat hij kwam en ik ging daar naartoe. En er was een gigantische menigte, meneer Zacchaeus. Er waren zoveel mensen. En ik was zo zwak en zo ziek. Ziek, zwak, misselijk, alles was ik. Maar ik ervaarde, ik besefte dat ik Jezus nodig had als meer dan nooit tevoren. En weet u,
Ik liet me niet tegenhouden door die menigte. En ik drukte door. En ik dacht bij mezelf, ik hoef alleen maar de kleed van zijn zoon aan te raken. Alleen maar de kleed aan te raken en ik zal genezen worden. Weet u, dat heeft te maken, dat heeft alles te maken met geloof. Wie tot Jezus komt, moet geloven dat hij bestaat. En dat God een beloner is voor wie hem ernstig zoeken. Amen. Weet u, en deze vrouw, ze drukte door. Ze drukte door en ze raakte de zoom van zijn kleed aan. En het verhaal kent u uit Lucas 8. Het moment dat zij de Heer aanraakte, stroomde er kracht uit de Heer. Amen. En ze werd genezen. En zegt, meneer Zacchaeus, en zo is het gegaan. Weet u, ik heb zoveel geld betaald, maar ik ben gezegend. Ik kon een nieuwe polis afsluiten van mijn verzekering en ik kreeg ook nog een voordeel erbij. Dus hier is uw geld. God is een goede God. De Heilige Geest is Gods geest. En Gods geest is ook hier deze middag. En hij spreekt tot uw harten vandaag. Amen. Weet u, Gods geest wil ons begeleiden, wil ons leiden en begeleiden. En ik geloof dat bekering altijd het werk is van de Heilige Geest. En zo gaat Zacchaeus ook weer naar het laatste huis. En hij komt daar en hij klopt. Zacchaeus, hij is nu in topstemming, want hij heeft zijn geld, hij heeft zijn doekoe binnen. Hij denkt, hij heeft al zijn hele zijn budget en zijn begroting al rond. Nu nog dat laatste bedrag. En hij komt daar. En dan gaat de deur open. En er is een kleine jongen die de deur open doet. En hij zegt, is je moeder thuis? Je moeder thuis? Maar hoe weet u dat mijn moeder is? Weet u, die jongen, dat was die jongen die dood was. En die moeder komt naar voren en ze zegt aan Zacchaeus van, oh meneer Zacchaeus, u bent het. Ik had u verteld over de dood van mijn zoon. Maar weet u, op een dag kwam de Heer Jezus naar Nain. En toen hij kwam, weet u wel, we waren in een stoet om mijn zoon te gaan begraven. Weet u, want hij was dood. Maar weet u, de Heer Jezus is degene die leven geeft. En we kwamen elkaar tegen. Weet u, ze waren in een grote stoet. In een rouwstoet. Die vrouw had beroepshuilers had ze ingehuurd. En ze waren in een grote stoet. En u weet, ik weet niet van u, maar als je soms Surinaamse begrafenissen meemaakt, met alle respect, je hoort, waai, waai, waai. Van alles en nog wat. Mensen zijn heel emotioneel. En natuurlijk, er is een geliefde van je overleden. En natuurlijk is het emotioneel. En weet u, meneer Zacchaeus, op dat moment kwam de Heere Jezus. En eigenlijk iets wat nooit gebeurt, meneer Zacchaeus, is dat de rabbi stopte. Hij stopte bij de bar. Want u weet u wel, rabbijnen mochten niks te maken hebben met de dood. Maar de compassie, maar de liefde van de Heere Jezus was zodanig dat hij daaraan voorbij ging en had niks te maken met de dood. Maar de Heere Jezus is degene die leven geeft. En hij kwam, hij zag die moeder, hij zag hoe gebroken die moeder was. En hij zegt aan die vrouw, moeder, wee niet. En hij gaat naar die bar, Zacchaeus, en hij zegt van, sta op. En weet u, zelfs de dood, als de Heere Jezus spreekt, moet de dood gehoorzamen. Amen. Want de Heere Jezus is degene die de dood in is gegaan voor ons om eeuwig leven te geven. Amen. Weet u, en daarom ik ben diep onder de indruk van de Heere Jezus. Weet u, maar wat ook zo belangrijk is dat wij als gemeente, ook beseffen dat God nog vele mensen wil redden in deze wereld. Weet u, maar het gaat erom van of wij gebruikt willen worden. Wilt u gebruikt worden door de Heer? Hoe graag wilt u gebruikt worden door de Heer? Weet u, God wil u en mij gebruiken om een getuige te zijn. En zeker in deze wereld. En vanochtend sprak mijn collega, Pastor Philip. Hij heeft een geweldige woord gebracht vanmorgen.
Een zeer geweldig woord. Het heeft een woord gebracht wat ons echt tot nadenken heeft gestemd. Over de redding van de Here. En over het plan van de Here. En over het behoud. Hoe belangrijk het is dat wij beseffen of wij behouden zijn. Want, weet u, velen van ons zijn al heel lang op de weg van de Heer. En al heel lang wandelen we met de Heer. En vaak wordt het een relatie waar je maar alles voor lief neemt. Maar in onze relatie met de Heer kan het best zijn dat we van tijd tot tijd het niet meer zo nauw nemen met de zaken van de Heer. Terwijl we weten dat Gods geest met ons spreekt. Weet u wel? En vaak kunnen we onszelf ook vinden in de positie dat wij, net als de mensen, net als de haters van Zacchaeus, dat we gaan morren en klagen en steunen als God iemand anders zegent. Weet u wel? Maar ik geloof dat wij, wat ik heb gelezen is ruim 2000 jaar terug of langer. Maar ik geloof dat wij naar een climax gaan, dat Jezus Christus komt om zijn gemeente op te nemen. En dan vraag ik me af of wij inderdaad allemaal voldoen aan de criteria die Jezus aan ons stelt. Weet u wel, en vanmorgen las ook Pastor Philip ook de tekst voor, die ik ook vanmiddag ook wil lezen. En die tekst is een tekst uit Matteüs 7 vers 21. En ik ken het uit mijn hoofd als hij nog niet op het scherm is. Komt hij op het scherm? Komt hij op het scherm? Maar daar zegt de Heere Jezus, niet een ieder zegt, die zegt, ja, of vers 21. Ja, niet een ieder die tot mij zegt, Heere, Heere, zal het koninkrijk der hemelen binnengaan. Maar wie doet de wil mijns vaders, die in de hemelen is. Volgende tekst, vers. Velen zullen te dien dagen tot mij zeggen, Heere, Heere, hebben wij niet in uw naam geprofeteerd en in uw naam boze geesten uitgedreven en in uw naam vele krachten gedaan. Volgende tekst. En dan zal ik hun openlijk zeggen, ik heb u nooit gekend. Gaat weg van mij, gij werkers der wetteloosheid. En dit is best een schokkende tekst. Weet u wel, wat wil ik hiermee zeggen? Weet u wel, deze mensen, dit zijn mensen die vertelde wat ze allemaal deden in de naam van de Heer. Ze vertelde, Heere, heb ik niet in uw naam geprofeteerd? Heb ik niet in uw naam grote wonderen gedaan? Heb ik niet in uw naam boze geesten uitgedreven? Heb ik niet in uw naam gepredikt? Heb ik niet in uw naam alles gedaan waarbij iedereen kon zien dat ik het deed? Maar dat is niet de criteria van de Heere Jezus. Niemand van hun heeft gezegd, Heere, heb ik niet in uw naam heilig geleefd? Heb ik niet in uw naam liefde betoond? Heb ik niet in uw naam iemand de hand gereikt die tot Jezus wou komen? Maar wat deed ik, Heer? Ik ging morren, ik ging klagen, ik ging steunen. Hoe kan de Heer voor hem kiezen en niet voor mij? Niemand van hun zei, Heere, heb ik niet in uw naam vrucht van de geest gedragen? Weet u, want dat is namelijk alle criteria die je nodig hebt. Wanneer de bazuin gaat schallen, nee, niet zoals net die brom was, want dat is niet de bazuin. Maar de bazuin gaat schallen en de Heere Jezus komt om zijn gemeente op te halen. Zijn we klaar voor die opname? Weet u? Niet goed genoeg, maar toch gekozen. En ik geloof dat wij allemaal hier niet goed genoeg zijn. En toch heeft de Heere bepaald in zijn liefde dat hij u en mij wil kiezen. En niet alleen kiezen, hij heeft ons talenten gegeven. Hij heeft ons gaven gegeven. Hij heeft ons zoveel gegeven en hij wil ons gebruiken in zijn koninkrijk. En weet u wat ik schokkend vind? Is dat ik vaak nieuwsberichten lees over jonge mensen. En over mensen die voor hun tijd overlijden. En dan zie ik dat, ondanks dat God dat plan met een ieders leven heeft, heeft de duivel ook plannen met uw leven. Amen.
En hij komt om te stelen, te slachten en te verdelgen. En zo kwam hij ook voor Zacchaeus om te stelen, te slachten en te verdelgen. Maar Zacchaeus, hij hoorde over Jezus. Jezus die is gekomen. En de Heer Jezus die zegt, kom tot mij allen die vermoeid en belast zijn en ik zal u rust geven. Amen. En zo geloof ik ook dat de Heer Jezus vandaag ook hier is. Weet je, misschien bent u vandaag hier gekomen en ik weet niet hoe u bent gekomen. Maar ik wil u zeggen vandaag, de Heere Jezus weet ervan. Zeg aan elkaar, de Heere Jezus weet ervan. Amen, 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 amen. Weet u, en daarom geloof ik dat we in een tijd leven. Dat er wat er ook gebeurt. Dat we onze focus op de Heer Jezus niet kwijtraken. En daarom zong ik ook Jesus at the center of it all. En ik wil dat graag weer met u zingen. Dank u Jezus. Halleluja. Vanmiddag. En ik weet niet hoe u gekomen bent en of u de Heere Jezus al kent. Ik geloof dat de meesten al een keuze hebben gemaakt om de Heere Jezus aan te nemen in hun leven. Maar als u hier bent vanmiddag en u heeft de Heere nog niet aangenomen in uw leven, dan is er gelegenheid om die stap te maken. En ik wil u dan ook vragen, als u zo iemand bent die de Heere Jezus nog niet kent, of u dan naar voren wil komen. Maar ook als u hier bent en u bent gestrand in uw relatie met Hem. En u voelt in uw hart. U bent vanmiddag hier en u voelt in uw hart. Ik moet terug naar de Heere. Ik geloof dat de Heere u roept. Ik geloof dat dit het moment is dat de Heere u roept. En zegt, kom terug naar mij. En als u hier bent en u heeft de behoefte om wat voor reden dan ook, voor gebed. Bent u welkom om te komen. Terwijl we zingen. Jesus at the center of it all. Jesus at the center of it all. From beginning to the end, it will always be, it's always been you. Everything revolves around you.
Jezus. Halleluja. Halleluja. Dank u, Jezus. Halleluja. Zullen we samen onze handen naar voren strekken? Wil u vragen om uw handen naar voren te strekken en in uw hart mee te bidden. Niet alleen in uw hart, maar bid alsjeblieft. It's all about you.
Yes, it's all about you, the center of it all. Be the center of it all. You're the center of it all.